moeten leren leven met ongerijmdheden. En dat is nog wel een hele opgave. Ze zijn er in overvloed, maar de vraag hoe je daarmee moet leven, dat is dan wel een tweede. We worden dagelijks geconfronteerd met alle mogelijke informatie in de krant en op andere manieren. En de nieuwe gewoonte is om vandaag iets te zeggen en dan morgen precies het tegengestelde te doen. Of vandaag iets tegen te spreken en dan volgende week toch gewoon te doen dat wat je eerst hebt tegengesproken. Dat is voor mensen die proberen het verloop van het leven met het denken te volgen een nogal onaangenaam gebeuren. En het wordt zo langzamerhand ook wel enigszins ondraaglijk, omdat dat proces wat ik net schilderde eerder erger lijkt te worden dan beter. En er was ooit een tijd dat je het gevoel had dat je enigszins kon vertrouwen op wat er werd gezegd en geschreven. En op het ogenblik is dat vertrouwen volstrekt misplaatst. Om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment staat er in de krant dat de chef van het RIVM, Jaap van Dissel, heeft meegedeeld dat mondkapjes, dat die wetenschappelijk bewezen geen grote bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen. Vervolgens, niet zo heel erg lang daarna, wordt aangekondigd dat per 1 december een mondkapjesplicht in Nederland zal worden ingevoerd. Hoewel het eerst een half jaar er de schijn van had dat de regering zich eigenlijk volledig liet adviseren door het RIVM, is dat blijkbaar wanneer het een omgekeerd advies is, niet het geval. Dan is er, zoals bekend, een hoop op het snel komen van de mogelijkheid om je te laten vaccineren. De vraag is natuurlijk, internationaal wordt de vaccinatie verplicht of niet? In Nederland klinkt de geruststellende mededeling: nee, de vaccinatie wordt niet verplicht. Vervolgens komt in het nieuws een uitspraak van onze minister van Volksgezondheid dat het heel goed zou kunnen zijn dat wanneer je je niet wilt laten vaccineren, dat dat dan consequenties heeft. Daarna ontstaat er een enorm tumult. Men beseft dat dat betekent dat het dan eigenlijk dus toch verplicht is, waarna die uitspraak weer wordt ingetrokken. Niet heel erg lang daarna volgt de mededeling dat de VVD eigenlijk wel vindt dat een vaccinatie niet verplicht moet worden gesteld, maar dat het weigeren een vaccinatie te laten zetten wel consequenties moet hebben. En dan trek je zo langzamerhand je haren uit het hoofd, nog afgezien van het feit van de inhoud van de mededeling, is het heen en weer geslingerd worden tussen het een en het ander iets wat je alle vertrouwen in een redelijke leiding ontneemt. Nu is er de laatste tijd veel sprake van een great reset die zal komen nadat de pandemie enigszins tot rust gekomen is. Dat lijkt een aantal wereldleiders een uitgelezen moment om bepaalde maatregelen die anders met moeite door de bevolking zullen worden geaccepteerd, in te voeren, omdat we inmiddels natuurlijk als bevolking toch ook wel gewend zijn aan het feit dat we allerlei dingen moeten opvolgen die we rationeel dan weliswaar niet kunnen inzien,
maar die ons eenvoudigweg worden opgelegd. Die Great Reset werd op 3 juni aangekondigd door twee prominente mensen. His Royal Highness, the Prince of Wales, en de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab. En in die maand juni heeft de laatste een boek geschreven met de titel The Great Reset. Dat kun je dus lezen. Het beslaat 280 pagina's en het beschrijft alle mogelijkheden die er zijn na zo'n pandemie. Ook refererend aan wat er in de geschiedenis na pandemieën gebeurd is. Verschillende mogelijkheden worden beschreven. Dus niet één vastliggende reset, maar allerlei mogelijke resets die spontaan kunnen optreden. En eigenlijk is in dit boek niet zo duidelijk dat er een plan zou bestaan of een voornemen zou bestaan om met kracht bepaalde maatregelen op te leggen, hoewel er in ieder hoofdstukje wel een voorbeeld gegeven wordt van wat de schrijver of de schrijvers dan als de beste vorm van reset zien. Het is duidelijk in het verloop van het boek dat er een grote wanorde globaal ontstaan is door deze pandemie. Dat dat op alle gebieden doorwerkt, op alle gebieden met elkaar samenhangt ook. Dat we te verwachten hebben dat er grote gevolgen zullen zijn van deze pandemie. Vooral ook op economisch gebied. En dat er dus te verwachten is dat er wanorde ontstaat of orde geschapen moet worden. Dus laten we zeggen, 246 pagina's lang wordt daarover uitvoerig gesproken. En ik heb het hele boek gelezen en ik heb nergens gevonden dat daar stond dat de pandemie ook anders had kunnen worden behandeld, waardoor die wanorde misschien op een andere manier zou zijn voorkomen. Dan volgt aan het eind van het boek de conclusie, en in het verloop van die conclusie staat dan het volgende. Er is geen, we willen niet ontkennen dat het COVID-19 virus vaker dan niet een persoonlijke catastrofe heeft betekend voor de miljoenen mensen die daardoor geïnfecteerd zijn en voor hun families en gemeenschappen. En nu moet u goed luisteren, maar op een wereldpeil, wanneer je er naar kijkt in termen van het percentage van de wereldpopulatie die is aangedaan, is de coronacrisis tot zover, en dit wordt dus dan, laten we zeggen, eind juni geschreven, een van de minst dodelijke pandemieën die de wereld gedurende de laatste 2000 jaar heeft meegemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid, tenzij de pandemie zich ontwikkelt op een niet voorziene manier, zullen de consequenties van de COVID-19-pandemie in termen van gezondheid en sterfelijkheid mild zijn vergeleken bij vorige pandemieën. En dat bedoel ik met ongerijmdheden. Een boek wat 240 pagina's wijdt
aan de verschrikkelijke gevolgen van deze pandemie, waar niet één keer wordt gezegd, misschien had de omgang met deze pandemie anders moeten zijn, en waar dan toch aan het eind van het boek in de conclusie staat dat de pandemie de meest milde is van de afgelopen 2000 jaar. Dan sta je als lezer werkelijk paf en je vraagt je af, als dat hier geconcludeerd wordt, vervolgens wordt er natuurlijk beschreven dat desalniettemin deze pandemie natuurlijk toch de wereld in chaos heeft gebracht, maar ik had dan verwacht dat daar zou staan, omdat de inschatting verkeerd is geweest, waardoor maatregelen zijn opgelegd en nog steeds worden opgelegd, die deze chaos en wanorde teweeg brengen, veel meer dan de pandemie zelf. Dat zou eerlijk geweest zijn en dan had dat eigenlijk in het begin van het boek moeten staan, wat mij betreft. Maar het staat aan het eind van het boek, in de conclusie, volkomen onverwacht, want er is niets in het boek daarvoor wat erop wijst dat de schrijver er zo naar kijkt. En vervolgens wordt deze uitspraak, die loopt dan uit in een toch weer rechtvaardige van de chaos die ontstaan is, omdat alles nu eenmaal met elkaar verweven is. En er is geen uitspraak over de zinloze wanorde die ontstaan is door een pandemie die de meest milde is in 2000 jaar. Het woord reset was mij tot voor een jaar eigenlijk alleen maar bekend als een procedure om in de techniek, laat ik maar zeggen, alle kabels eruit te trekken, zodat datgene wat vast zit in je programmering of in de hele instelling van je apparatuur, dat je dat losmaakt. En wanneer je hem dan het apparaat dan weer opnieuw opstart, dan heb je dus een frisse start en dan kun je opnieuw beginnen. Wanneer je reset op die manier begrijpt, dan zou je moeten zeggen dat wanneer je op globaal niveau een great reset tot stand wil brengen, dan zou je dus eigenlijk alle stekkers eruit moeten trekken, zodat datgene wat al weet ik hoe lang, misschien eeuwen, loopt en zich heeft opgebouwd, dat min of meer in één slag wordt teniet gedaan en dan vervolgens is er een mogelijkheid voor een frisse nieuwe start. Zoals het nu gaat, zit het iets anders in elkaar en wordt het zo beleefd dat er eerst een ramp gebeurt, waardoor alle verhoudingen die er zijn in de war gebracht worden, wat dan een gelijkenis heeft met een reset, waarna het opnieuw kan worden ingesteld. Het lijkt me dat zoiets wordt beoogd. Dat is geen complot denken, maar dat zijn de woorden van de
vertegenwoordigers van het World Economic Forum. En ik heb al eerder erop gewezen dat in het boek over die Great Reset in relatie tot COVID-19, het boek van Klaus Schwab, dat daarin aan het eind in de conclusie te vinden is dat de COVID-19-pandemie in feite helemaal niet zo'n ernstige pandemie is. Ik heb daar een stukje citaat gegeven en dat citaat dat wil ik nu nog iets uitbreiden met de cijfers die dan vervolgens gegeven worden, waardoor je dan ook kunt meebeleven dat deze pandemie inderdaad een heel milde is. En dan ook een kleine argumentatie over waarom dan toch een Great Reset nodig zou zijn. Dat citaat luidt als volgt. Aan het eind van juni 2020, op een tijdstip dat de uitbraak nog steeds in Latijns-Amerika, Zuid-Azië en een groot deel van de Verenigde Staten voortwoedt, heeft COVID-19 minder dan 0,006% van de wereldpopulatie gedood, zal ik maar zeggen. Om dit lage aantal in de context van de letaliteit, de dodelijkheid, te plaatsen, kan ik zeggen, de Spaanse griep doodde 2,7% van de wereldpopulatie. Dus dat moet je in verhouding zien tot die 0,006% nu. Loopt wel wat op natuurlijk in de loop van de maanden, maar niet heel erg dramatisch. HIV, AIDS, 0,6% vanaf 1981 tot vandaag de dag. De plaag van Justinianus van het begin in 541 tot het verdwijnen in 750 heeft 1/3 van de populatie van Byzantium gedood, overeenkomstig de verschillende schattingen. En de pest, 1347 tot 1351, daarvan neemt men aan dat tussen de 30 en de 40% van de populatie van de hele wereld in die tijd is gedood. De coronapandemie is verschillend. Die bestaat niet als een existentiële dreiging of een shock die de afdruk op de wereldpopulatie gedurende tientallen jaren zal nalaten. Echter, er zijn een aantal zorgwekkende perspectieven voor vanwege de redenen die in dit boek genoemd zijn, want in de onderlinge afhankelijkheid in de wereld van vandaag is het ene risico vermengd met het andere en de wederzijdse effecten worden daardoor vergroot en vermenigvuldigd worden de consequenties. Veel van wat er komt is onbekend, maar we kunnen er zeker van zijn dat in de post-pandemische wereld er vragen zullen opkomen naar eerlijkheid, fairness, wat zal gaan van het stagneren van het werkelijke inkomen voor een grote meerderheid tot aan het herdefiniëren
van onze sociale contacten. En zo gaat het dan verder over het milieu, de technologie en andere items. Ik wil dit in het licht plaatsen van de ongerijmdheid. En nog een keer erop wijzen dat wanneer je spreekt over de noodzaak van een reset en je knoopt die vast aan een pandemie die zo ernstig niet is, maar die wel als levensbedreigend aan de mensheid wordt aangeboden, hè, zo wordt het ons toch voorgesteld dat die pandemie een levensbedreigende zaak is waarvoor we graag onze privileges tijdelijk willen opgeven. Wanneer dus zo'n reset daaraan gekoppeld wordt, dan wordt het onbegrijpelijk. En dan begin je af te vragen of de maatregelen die genomen worden vanwege een pandemie die de meest milde is in de laatste 2000 jaar, of die maatregelen op zich niet de reset zijn, of dat niet de techniek is van het uittrekken van alle stekkers uit onze samenleving, waardoor alles wat was opgebouwd en ook wat is gaan vastzitten, dat geef ik natuurlijk toe, maar ook alles wat was opgebouwd, in één slag in elkaar valt en er een gelegenheid komt om datgene wat nooit meer zo zal zijn, hoopt men, als het was, om dat een nieuwe gestalte te geven. De bereidwilligheid van de mensen om de ongerijmde maatregelen op te volgen, omdat je ze niet kan begrijpen, zijn ze ongerijmd, daar wordt op gerekend dat die bereidheid bij een juiste publiciteit ook wel zal kunnen worden doorgevoerd, niet zozeer in die reset, want daar zouden we dan nu al in zitten, maar in de heropbouw, die dan een vorm zal aannemen die door een zekere kleine groep van wereldleiders wordt geschapen. Ik erken geen elite op deze aarde. Vanuit mijn visie is ieder mens zijn eigen elite.